staan hier bij het Concertgebouw. Het Concertgebouw is opgericht in 1888. Op dat moment is het hier dan nog gemeente Amstelveen. En het is ook echt veen met weilanden en slootjes. In 1885 is wel het Rijksmuseum hier neergezet en de paardentram gaat tot het eind van de PC Hoofd. Dus het is niet helemaal desolaat, maar het is wel echt de grens van Amsterdam. Initiatiefnemers zijn zakelijke dienstverleners zoals advocaten die nu ook nog steeds belangrijk zijn bij Concertgebouw en Concertgebouworkest. En vervolgens blijkt dat ze vooral wat mores moeten aanleren. Dus je moet niet door de muziek heen praten, niet door de muziek heen eten en alleen maar applaudisseren tussen de stukken door. En dat is op dat moment wel echt nieuw. De akoestiek blijft top en mede daarom wordt Concertgebouw en het Concertgebouworkest vermaard in de wereld. Onder dirigenten zoals Kes en Mengelberg en Van Beinem, Haitink, Charlie en Jan Sons groeit het orkest uit tot de internationale top. En het Concertgebouw trekt ook steeds meer ander publiek en programmeert steeds breder. En beide horen daarmee internationaal tot de wereld top, waar we trots op mogen zijn.